Dag, dit is Spakenburg Nu. Vandaag de volgende onderwerpen. Praise United. Handbaltoernooi. Vreemd verhaal. Dialysepatiënten kunnen zaterdag 24 januari kennis maken met het vakantiedialysecentrum van Meander Niercentrum Midden-Nederland. Een aantal dialyseverpleegkundigen is dan te vinden in de stand van Meander op de vakantiebeurs van de Nierpatiëntenvereniging Nederland. En het vakantiedialysecentrum ligt in de jachthaven van Centerparks de Eemhof in Zeewolde. Dialysepatiënten kunnen hier tijdens hun vakantie terecht voor hun dialyse. Dit centrum is in 2011 geopend en wordt inmiddels goed bezocht. Dialysepatiënten moeten in de meeste gevallen 3 keer per week, ook in de vakantie, naar het ziekenhuis voor hun behandeling. Mensen kunnen een huisje huren, met hun boot aanmeren of elders in de omgeving verblijven. In overleg kunnen de dialysetijden zoveel mogelijk aangepast worden aan het vakantieritme, vertelt Nel Baas, manager van het Meander Niercentrum. Het vakantiedialysecentrum trekt niet alleen vakantiegangers uit Nederland, maar ook uit omringende landen. De NVN organiseert jaarlijks een vakantiebeurs voor dialysepatiënten over vakantiemogelijkheden in binnen- en buitenland. Deze beurs vindt plaats op zaterdag 24 januari in Amsterdam. Praise United is een interkerkelijke organisatie waar onder meer Martin Brand meewerkt om grote projecten te realiseren. Hier bij ons in de studio zijn Rut en Rita de Jong, schoonzus en zwager, om te vertellen over een prachtig project dat in wording is. Rita en Rut, misschien is het leuk even voor te stellen. Rita. Ja. Rita de Jong, ben getrouwd met Arie de Jong. Wonen achter in Spakenburg natuurlijk. Heb hier altijd gewerkt. En, 2 kinderen, een zoon en een dochter. En als ik achter je kijk, dan zie ik bijna je huis. Zo, op dat mooie. Ja, helemaal mooi aan de haven. En aan de haven, ja, heerlijk. Rut. Rut de Jong. Ik ben getrouwd met G. de Jong. 2 kinderen, 2 dochters. Werkzaam hier in het dorp. Passie voor zingen. Zit ook op een koor. Samen met Rita. Mijn schoonzus trouwens. Ja. Dat ben ik. Helemaal duidelijk. En waarom zijn jullie hier? Rut, ga ik bij jou beginnen? Ja, waarom zijn we hier? We zijn hier om een project, een nieuw project in Bunschoten Spakenburg te promoten. Het project heet Praise United. Praise United is een project wat is opgezet door gospelzanger Martin Brand. Misschien al mensen zullen hem al kennen. Ook spreker. Martin die doet het samen met Henk Doest. Henk Doest is een professionele pianist. Begeleidt ook diverse bands. Willeke Alberti bijvoorbeeld is hier wel die begeleidt. En die hebben in 2010 de wens uitgesproken om christenen bij elkaar te brengen. En door middel van gezang, door middel van het zingen van liederen. Hoe wil je het nog mooier doen, hè? Ja, hoe wil je het nog mooier doen? Ja. Dus 2 mensen werkzaam in de muziek hebben toen het thema Praise United verzonnen. En op basis daarvan zijn ze sinds 2010 al bezig. Hebben inmiddels zo rond de, moet ik even kijken, 2000, ongeveer 2000 koorleden bij elkaar gebracht in diverse provincies. En er zijn ongeveer 12.000 bezoekers op afgekomen. Ja, en dat willen ze graag naar diverse andere provincies blijven doorzetten, ook in 2015. En we gaan wel eens naar een kerk buiten onze eigen kerk, de basiskerk in Apeldoorn. Daar is Martin Brand ook spreker. En toen wij dat te horen kregen, hadden we eigenlijk zo wel het enthousiasme van jongens, dit willen we eigenlijk wel in Bunschoten organiseren. Dan hebben we na de dienst een onderhoud gehad met Martin. Ja, toen is het aardig geboren, jongens, dit gaan we doen. Martin was enthousiast, wij enthousiast. En wij, ja, wie zijn wij? Rita, ik ondergetekende, broer Arie, Ben Renes, Paulien en Mick Jessayan. Dat zijn 2 mensen die kennen we via de Alfa, waar je ook deelgenoot van zijn. En die waren ook enthousiast. Dus met z'n 6 proberen we de kaart te trekken. Ja, en nou hoor ik je over een koor. En hoe gaat dat in Spakenburg gebeuren? Het koor is de bedoeling dat iedereen, ook niet zingende of die nog nooit gezongen hebben of vonden het eens een keer leuk vinden, om zich op te geven via de site van Praise United. En dat is 4 oefenavonden van 7:30 tot 10:30.
En een zaterdag, waar je zaterdagmiddag wat de generale is. En dan aan het avonds een groot concert, waar alle mensen ook kaarten voor kunnen kopen. En wat groot opgezet is. Dus echt een projectkoor? Het is echt een projectkoor. Maar nou zeg je van, al heb je nog nooit gezongen, maar als je naar mij krijgt, dan moet je me na één keer alweer naar huis sturen. Of vrouwen, wij willen het gewoon zo laagdrempelig houden, dat niet alleen koren zich, zijn natuurlijk van harte welkom, maar dat ook gewoon mensen die zeggen van, oh, dat lijkt me een keer leuk om mee te doen. Het is, we zingen vanaf psalmen tot opwekkingsliederen, heelsongs, noem maar op. Black gospel, dat gewoon van alles laten we horen. En heel breed. En we gaan gewoon heel leuk met elkaar, interkerkelijk. Dus je hoeft niet van een kerk of iets te zijn. Dus iedereen mag meedoen. Dus dat moet gewoon leuk worden. En hoe ziet het project eruit? Doet Martin Brand er ook aan mee? Ja, Martin Brand is zeg maar de initiatiefnemer. Ja, maar hij ook? Nou, spreken, hij zal tussen de liederen spreken. Maar de bedoeling is, Martin dus, die is zeg maar de leading zanger, hè? Hij zingt, zeggen we ook mee met het koor. En Henk Doek speelt dus met zijn band, er zit ook een band achter, speelt ook mee. En Martin die gaat dus ook tijdens de repetitieavond de liederen die we gaan zingen met de koorleden, gaan we met hem oefenen. Donderdagavond. Gaan we met hem gezamenlijk instuderen. Er is ook ruimte voor solisten. Als mensen zeggen van jongens, ik wil, wil graag een solopartij van mijn rekening nemen. Er zal dan wel een soort auditie plaatsvinden. Want dan lijkt moet je nuttig, wel iets bagage hebben. Maar wat Ruud al zei hoor, je hoeft niet echt meer stemmig te kunnen zingen, wat dan ook. Ik denk dat de deelname ook het meedoen belangrijker is. Ja. Want er gebeuren, wat ik van Martin heb gehoord, ontzettende mooie dingen. Echt hele mooie dingen die. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, kijk, mensen, de wens van Martin en Henk was ook om dit project op te zetten. Om mensen van diverse kerken bij elkaar te brengen. En dat doen ze dus met het van het vormen van een koor. Ja. Nou, en hij zegt ook, en dat weten we allemaal ook vanuit de Bijbel, als mensen bij elkaar vergaderen, dan zal God daar ook aanwezig zijn. Ja, hè? Zo mooi. Ja. En dus hun hebben ook ervaren als mensen die daar komen, daar werkt God doorheen. En hij zegt, het is natuurlijk niet in te plannen om dat er iets gebeurt. Maar je ziet gewoon dat er dus prachtige dingen gebeuren. Ja, met dat mensen. Gods geest gewoon bezig is. Ja, bezig is om mensen te binden. Dan merk je met de repetities, mensen die met zorgen misschien komen. Maar toch na zo'n maand repetitie, dat ze dan in één keer toch een bepaalde vreugde weer voelen. Weet je wel. Ze hebben contact gelegd met elkaar. Er is ontmoet, er is bemoedigd. Ja, het is gewoon een geweldig mooi project. Mooie aanloop ook naar het concert toe. Ja. Ja, en eigenlijk is dat het aantrekkelijke van meezingen in dat koor. Ja. Niet alleen het zingen, maar het juist samen met z'n allen christen zijn. Ja. Dat is het koor, maar waarom zou ik... probeer mij nou eens te overtuigen om dat koor, die concertavond te bezoeken. Nou, Rita, wat was voor jou? Het is natuurlijk zo dat we proberen om 150 mensen, zo groot mag het koor worden. Dus het is echt gigagroot. Nou, al die mensen hebben best wel familie, vrienden die uitgenodigd worden. Dus dat gaat natuurlijk vanzelf. Maar het wordt natuurlijk een heel groot spektakel. Als je ziet dat 150 mensen met elkaar in 4 avonden een hele avond vullen. Ja. Dus dat is heel erg leuk om mee te maken. Dus iedereen wordt wel geprikkeld of nieuwsgierig gemaakt om toch te komen kijken. En Gods naam wordt geprezen en wat willen we nog meer? We willen er gewoon echt met elkaar een feestje van bouwen. Praise. Ter ere, ere van God. Ja. En dat is onze bedoeling. Hoe heet het in Spakenburg ook? Praise United? Praise United Spakenburg. Praise United Spakenburg. Ja. Dat is goed onthouden. Maar nu, wanneer, waar, hoe kunnen mensen kaarten bestellen, opgeven? Wanneer? Nou, er is een website, praiseunited.nl. En op die website is er dus dat vind je vanzelf bovenin de website, het organiseren. Daar kun je dus op aanklikken en dan zie je op een gegeven moment vanzelf de concerten die eraan zitten te komen. Dit kwartaal worden er 4 gegeven. Hogeveen, Zwolle en Apeldoorn en dan 1 in Bunschoten. Nou, die in Bunschoten vindt plaats op 28 maart, op zaterdagavond 28 maart in de Noorderkerk. De deuren zullen opengaan op 7 uur en het concert vangt aan om 7:30. Dus opgeven kan via die website. Kun je opgeven als koorlid of je kunt je opgeven als bezoeker. En er zijn 2 kopjes waar je op kan klikken en dan kun je aanmelden. De aanmelding kost €40 pp als koorlid.
En ga je kijken, dan kost het 3 euro voorverkoop en 5 euro aan de deur. Nou ja. Voorverkoop is op de website, maar kan ook bij onze boekhandel Het Baken. Ja, die 40 euro, die wordt namelijk gevraagd. Mensen denken, ja, 40 euro. Maar kijk, de organisatie, Martin Brandt met de band, Henk Doest. Ja, er zijn bepaalde onkosten. Je moet licht inhuren, luid inhuren. Kerkhuren. Repetitie. Je bent gewoon een tijdje koorlid. Ja, een tijdje koorlid. Dus dan moet je gewoon, ja, je hebt soort 4 workshops krijg je er eigenlijk voor. Hè, en dan gewoon nog een slotconcert. Nou, hoe gaaf is dat niet om, om daar deel van uit te maken. Ja. En wie weet zijn mensen dan wel zo enthousiast dat ze zeggen, ik ga ook op een koor. Het is geweldig Ja, misschien werkt het op die manier nog door hè, voor mensen, ja. Tot wanneer kan er opgegeven worden voor het koor? Nou, ik denk tot tot de eerste repetitie. Tot de eerste repetitie, 5 maart, 5 maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart. Elke donderdagavond in de maand maart. Van 7:30 tot 22:30 wordt er gerepeteerd. Waar? Dit keer in de Adventkerk. Want woensdagavond of de donderdagavond was bezet voor de Noorderkerk. Dus dan zijn we uitgeweken naar de Venkerk. Nou, mooi interkerkelijk. Hè? Ja, dus, maakt het uit. De rom maakt ook niet uit. En ik denk voor 5 maart. Dan kun je opgeven. Tijdens de repetities is de ruimte, is er wel een pauze. En tijdens het concert, dan moeten we even kijken of er een pauze in ingelast wordt. Het zal ongeveer een uur of 2 uur, het concert. Ik denk tijdens het concert niet. Nee, dat is... Nou, dat niet. Maar dat zien we wel. Een beetje afhankelijk van. Laat het maar gebeuren, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat ja. kunnen de mensen niet zo belangrijk vinden. Nee. In ieder geval is duidelijk, dit wordt een geweldige avond. En meezingen is nog veel leuker. Veel leuker, en je hoeft eigenlijk nauwelijks iets voor te kunnen. Nee, ja, de enthousiasme krijg je natuurlijk van Martin mee. Die begint met de liederen te oefenen. Ja. En dan ga je vanzelf mee. Het is natuurlijk superleuk, ik zit zelf op een koor, om ook in te studeren. En als je dat met z'n allen doet, ja, dat is gewoon, en vooral een koor van 150, is gewoon super gaaf. Ja, dat is echt een beleven met elkaar. Ja. Ik wens jullie een geweldige avond en al eerder de repetitieavonden. Veel succes. Dankjewel. Nou, misschien is het wel leuk om een beetje een beeld te krijgen om even naar het promofilmpje te kijken. Planet United is God ontmoeten. Vertrouwen hebben dat iets in 4 weken heel mooi kan worden. Planet United is van psalmen tot Hillsong via Black Gospel hymnes zingen. We give you all the glory, here we go! Space United was voor mij ook een verrassing qua verhalen die mensen vertelden naar die tijd, hoe ze het beleefd hadden. En nog niet eens zozeer hoe geweldig de workshop was geweest of wat voor dingen. Maar gewoon juist die verhalen. Ik kwam hier met een hart vol zorgen. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dit meegenomen. Ja, dan daar laat je van op. Dan word je enthousiast van. Je kunt heel veel organiseren, je kunt heel veel partijen klaarmaken, je kunt van alles heb je voor elkaar. Maar je kan niet plannen dat mensen er iets voor zichzelf, voor hun leven mee naar huis nemen. Dat God iets gaat doen, dat kun je gewoon niet plannen. En dan kun je, God is God. Ja. Maar wij kunnen liedjes instuderen en getuigenis delen en mensen een beetje mee op pad nemen, maar wij kunnen niet God spelen. We weten wel dat God heeft beloofd, als jullie mijn naam samenkomen en de Heer Jezus centraal stellen, dan gebeuren er mooie dingen. Daar werk ik doorheen. En dat zien we dan ook gebeuren. Maar je kan het niet maken. Je kan het zien. Ja, dat hebben we gezien. Heaven, my new healer, and so ever.
In de week van 19 tot en met 23 januari wordt in de gemeente Bunschoten gecollecteerd voor Hospice Nijkerk. De collecte wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en er is een concrete bestemming. De personeelskosten van coördinatoren en verpleegkundigen worden vergoed, maar de exploitatiekosten komen voor rekening van het hospice zelf. De opbrengst van de collecte wil de stichting onder meer besteden aan aanvulling van en reservering voor de inventaris. De uitbreiding naar 6 kamers is geen overbodige luxe gebleken. De bezettingsgraad is hoog. Dit betekent dat de inventaris, in de breedste zin van het woord, in gelijke pas moet blijven lopen. En ook dat er voldoende reserve moet zijn om bijvoorbeeld apparatuur en installaties tijdig te kunnen vervangen. Hospice Nijkerk heeft een regionaal werkgebied. In het afgelopen jaar mocht Hospice Nijkerk zich ook van harte inzetten voor zorgvragers uit Bunschoten-Spakenburg. Mede dankzij de geweldige steun uit Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen kan het hospice een goede en zorgzame plaats bieden aan mensen in de laatste levensfase van hun leven en aan hun naasten. Het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier, HHNK, wordt in 2016 partner van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Samen vragen de organisaties aandacht voor de overstroming van het Zuiderzeegebied in de nacht van 13 op 14 januari 1916, die dan precies 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ook in Spakenburg heeft de overstroming van 1916 enorm huis gehouden. In het buitenmuseum wordt een van de straten omgevormd tot een watersnoodstraat. Het publiek komt hierdoor dicht bij het gevoel van een overstroming en de nasleep van een dergelijke ramp. Daarnaast worden er in 2016 evenementen en activiteiten georganiseerd die relateren aan het onderwerp. Het Zuiderzeemuseum kan op deze manier aandacht schenken aan de directe aanleiding voor het aannemen van de Zuiderzeewet en de aanleg van de afsluitdijk. Voor het HHNK is de samenwerking een kans om te laten zien wat er allemaal wordt gedaan om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen. Zaterdag 10 januari vond de 10e editie van het door handbalvereniging HVBS georganiseerde schoolhandbaltoernooi voor de plaatselijke basisscholen plaats. Het werd weer een spannende dag voor de deelnemende meisjes en jongens in Sporthal de Kuil. Hier zien we de laatste seconde van de jongensfinale opgenomen met een speciale actioncam. Maar 's morgens was eerst het meisjestoernooi, waarbij de vlucht en de wegwijzer wel de kruisfinale bereikten, maar niet in de finale terechtkwamen. Die werd gespeeld tussen de Van Amerongen en de Ark. En de Ark wist die finale te winnen, waardoor de Van Amerongen dus tweede werd en hier de beker dus voor de tweede plek krijgt uitgereikt. En de finale werd dus gewonnen door de Ark. En wethouder Bert Koops mag dus de wisselbeker uitreiken aan de meiden van de Ark. En hier alle winnaars nog even op een rijtje. De Ark dus eerste, tweede Van Amerongen en de beide derde plekken voor de wegwijzer en de vlucht. En er was ook nog een Fair Play Cup en die was voor de Calvijnschool. Ook bij de jongens was er een Fair Play Cup en die was bij de jongens voor Eemdijk. In de middag mochten de jongens eveneens vol enthousiasme hun handbaltalenten laten zien. Daar gingen beide derde plaatsen naar de Bavingschool en het talent. Beide teams zijn er niet minder blij om. Dan de finale. Die ging tussen de Ark en het Kruisrak. En de finale werd uiteindelijk eigenlijk wel dik gewonnen door de Ark. Dus hier de beker voor de tweede plek voor het Kruisrak. En de wisselbeker dus ook bij de jongens voor de Ark. En de bekers bij de jongens werden overigens uitgereikt door Jan Hammersma. Hij is een van de oprichters van de handbalvereniging HVBS. De Ark mag in het voorjaar de eer van Bunschoten Spakenburg op handbalgebied verdedigen. Want dan mogen ze meedoen aan de regionale schoolhandbalkampioenschappen. Dan hebben we nog een heel vreemd verhaal. Een man die stomdronken een nieuwjaarsreceptie in de Chinese stad Yichuan verliet,
heeft een beroep gedaan op een bijzondere Bob. Het was namelijk zijn 7-jarige zoontje die vaderlief naar huis reed. De knaap bracht de nachtelijke tocht van ruim 20 kilometer tot een goed einde. Zijn uitgetelde vader was in de laadbak van de driewielbrommen gelegd en zal zich de ochtend nadien wellicht afgevraagd hebben hoe hij in vredesnaam thuis was geraakt. Dit was weer Spakenburg Nu. We hadden behalve nieuwsberichten ook de volgende items: Praise United, handbaltoernooi en vreemd verhaal. Donderdag is er Los Politiek. Hille spreekt met Wouter Koelewijn van de ChristenUnie. Los Sportcafé heeft nog een keer een herhaling. En zaterdag zijn wij weer bij u met Spakenburg Nu. Nog een fijne dag.